Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan wij dus nog eens een setup tour doen. Tja, let's go. Setup tour is hier. Oké, als eerste al mijn setup tour is er dus nog altijd dat verwarmingetje. Dan mijn kast nog altijd, waar verrommeling zat. Mijn zeteltje, de jasje van OSL moet eigenlijk weg. Hier is mijn ruit, Ashwell. Mijn Identity Blaster speaker. Mijn PlayStation 4, die dat ik eigenlijk niet meer gebruik. Puur voor naar mijn maat gaan eigenlijk nog. Mijn tv, mijn PlayStation 4 controllers. Een dingetje dat ik in Frankrijk heb gekocht. Mijn radio staat er nog onder. Dan mijn kastje, mijn laptop zit in dat kastje. Hier een fles cola. Mijn Google Home speaker. Mijn 3D headset. Mijn PlayStation 5, dat is al één grote verandering. Mijn tas. Mijn AirPods. Mijn Argenta Digipass, 1 PlayStation 5 controller. Het stuurwiel dat ik onlangs heb geunboxed op YouTube. Mijn studiolampen, mijn tripod, mijn webcam. Wat heb ik hier nog? Mijn kastje met mijn lamp hierboven. Dat heb ik ook al een keer gereviewd. Alleen niet gereviewd, ik ga laten zien. Avogel neusspray, ik weet niet. Dat was van toen ik nog een verstopte neus had. Mijn AirPods. Mijn kwast, mijn iPhone op mijn draadloze oplader, dus ja, let's go. Dan mijn switch speaker. Een muis, een trust muis. Dan heb ik nog de Maxer muis. Dan heb ik altijd mijn dingen. Mijn toetsenbord. Hier heb ik zo'n Elgato. Ik noem het als Elgato. Dan moet ik eens bij Coolblue gaan opzoeken. Want ik heb daar toen mijn Coolblue gekocht. Coolblue, waar zit jij? Oké. We kijken bestellingen. Mijn Elgato Shetling cable, dat was het. Maar dan is het dan nog. Dat is eigenlijk voor te streamen. Dan heb ik nog mijn DualSense controller. Hier heb ik nog een DualSense controller. Mijn één scherm. Op mijn ander scherm staat iets voor speed payback op. Ik wou dat spelen en net kwam ik op het idee van deze video te maken. Hier ben ik natuurlijk taste test nummer 10. Van seizoen 2 nummer 10 aan het opnemen. Aan het opnemen aan de uploader bedoel ik. Hier is mijn brillendoosje, mijn brillen. Niks bijzonders, mijn powerbank. Mijn backbase dat nog altijd werkt na bijna 3 jaar. Dan mijn dingen zitten erin. Hier is mijn microfoon dat ook nog altijd na zoveel jaar werkt. Nog altijd op die microfoon hebben. Mijn voorraad drank, mondmaskers. Altijd nodig. Wc-papier was zo eigenlijk als ik toen serieus ziek was. Perslucht. Dat was van een PlayStation 4 naar de kaarten. Dan mijn allemaal rommel. Mijn parfum. Hier is mijn dingen moet opladen. Mijn headset van mijn PC omdat die plat was. De deur van mijn PlayStation 5, mijn vuilvakje. Mijn greenscreen dat nu eigenlijk opgeborgen staat omdat ik toch geen streams meer aan het doen ben en toch geen video's meer aan het maken ben van FIFA tegenwoordig. Dan die stokken daarvan. De foto's nog altijd, mijn sleutels. Nog altijd mijn oplader van mijn DualShock 4 controllers. Mijn zonnebrillen. Dan is nog mijn pedalen. En dan is mijn bureaustoel hier. En dat is eigenlijk wel. Ik heb die al ongeveer bijna een jaar. En die bureaustoel zit nog altijd heel lekker. Ik dacht eerst een andere bureaustoel te halen in IKEA. Maar toen ben ik op deze uitgekomen en eerlijk, deze is zoveel beter. Die heeft hier nog zo een kussentje. Dan heb ik hier nog altijd mijn zetel, daar zit ik heel vaak in. Als ik voetbal kijk of Formule 1 kijk, zit ik in de zetel ofwel kijk op mijn tv. Op mijn pc bedoel ik.
Als ik echt 's morgens, als het een ochtendrit is, zet ik mijn headset aan en kijk ik op mijn PC naar de Formule 1. Dus ja, let's go. Maar dit was eigenlijk dus zo'n beetje de start-up tour van juni. Ja, juni komt die online, dus dit was de start-up tour van juni 2022. En ik ben trots op wat ik nu allemaal heb in mijn setup. De PlayStation 5 is sowieso het hoofdstuk, alleen het prachtpraaltje in mijn setup. Omdat ik eigenlijk, ja, ik was al zo lang op zoek toen naar een PlayStation 5. En nu heb ik hem en ik heb hem al heel dikwijls gebruikt. Ik heb er al heel veel games op. Wat ik wel nog zou moeten doen, en dat is misschien een upgrade voor in de toekomst, is er een interne SSD in plaatsen. Maar dan moet ik minder speelgoed, alleen minder speelgoed niet meer. Minder truitjes gaan kopen van OSL of van Ajax of een tralari tralala. Dan moet ik minder eigenlijk aan uitgeven voor toch een SSD te kunnen halen. En dat is een M.2 dat ik moet gaan halen met heatsink. Dus ja, dat wordt ook wel eventjes doorsparen voor die te gaan halen. En ja, dit was dan zo'n beetje de video. En hopelijk vonden jullie het een leuke, leerrijke, toch wel een leuke video eigenlijk. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan setup. Ik denk dat nu al aan €3000 gaat zitten, denk ik. Dat zal wel aan €3000 zitten, mijn setup. Dus ja, bedankt voor het kijken naar mijn setup tour. Ja, dat zal wel ongeveer een €3000 setup tour zijn. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Altijd Dylan. En ik zie jullie guys graag weer terug in een volgende video. En wat voor video, dat weet ik niet wat het gaat worden. Maar dit is dus de setup tour. En ja, hopelijk hebben jullie gekeken tot het einde van deze video. Dikke shout-out naar jullie. Dikke shout-out naar allemaal abonnees. Voor het kijken naar mijn video's. En ik zie jullie guys in een volgende video weer. You. Bye bye.